Hey iedereen, vandaag heb ik voor jullie weer een make-up stash video. Het is al exact een jaar geleden dat ik dit nog gefilmd heb. En het leek me wel leuk om weer eens een update te geven, want er zijn heel veel dingen weg. Er zijn heel veel dingen die opgemaakt zijn. Er zijn ook nieuwe dingen bijgekomen. En jullie vonden het ook weer leuk als ik hier een update van zou doen. Dus ben je benieuwd hoe mijn make-up stash er momenteel uitziet? Ik ga beginnen met dit zakje, want dit is zeg maar het minst boeiende van allemaal. Het staat ook maar gewoon in mijn boekenrek. Wat nepwimpers en ik heb de Beauty Gloss wimpers. Dit zijn de Silkies. En dan heb ik ook 3 pakjes nepwimpers van de Action. Die vind ik echt heel erg fijn. En dan heb ik ook hier nog het 88 palette in zitten. En deze moet ik echt vaker gaan gebruiken, want er zitten gewoon alle kleuren in. Dus dat is alles wat in dit zakje zit. Dan ga ik verder met de dingen wat hier op mijn bureau staan. Ik heb er mijn everyday bakje staan, mijn kwastenbakje en mijn lippenbalsembakje. En dat ga ik één voor één met jullie af. Als eerste heb ik deze parfum die ik dus dagelijks gebruik. Dit is mijn everyday bakje en dit is Ciento en die is ook bijna op zoals je kan zien en ruikt echt heel erg lekker. Dan heb ik deze blush van Essence, dit is in de kleur 20 Pinky Flow. Een bronzer van Rimmel waar ik al de pen geraakt heb en ik heb hier ook al een backup in zitten voor als de andere op is. Dit is gewoon dezelfde. Dan mascara van Essence, dit is de Maximum Definition mascara. Een baby lips die ik ook elke dag gebruik, zeker nu in de winter nu mijn lippen veel droger zijn. Een lippenstift van MAC, dit is in de kleur Velvet Teddy. Dan heb ik nog een wenkbrauwgel van Catrice met een lichtbruine kleur. Een wenkbrauwkammetje en borsteltje van Anastasia. Voor als ik eens een dag mijn wenkbrauw wil bijtekenen, zit deze hierin. Nog 2 kwasten van Essence. Dan heb ik hier al mijn lippenbalsems. En hier zit ook een handcreme in van Yves Rocher die ik elke dag gebruik. Maar die past niet meer in mijn everyday bakje. Ik heb hier allemaal babylips staan. Ik zal deze er even uithalen. Dan heb ik hier nog een coconut lippenbalsem. Eentje van de babylips. Dit is een balm en blush. Maar ik gebruik deze enkel als lippenbalsem. Heb ik nog 2 balmies. Nog 2 lipbalsems van Yves Rocher. En nog 2 EOS'en. Dan al mijn kwasten en tools zeg maar. Als eerste heb ik een beauty blender van Kiko. Ik heb ook de echte beauty blender. Een wimperkruller van NYC. Hier heb ik voor de rest een foundation kwast in zitten van Kruidvat. Foundation kwast van Yves Rocher. Een sculpting brush van Real Techniques. Een poederkwast van Hema en nog eentje van Real Techniques. Heel veel oogschaduwkwast, de Blending Brush 217 van MAC. Hier, dit is een kabuki kwast van de Hema. Nog een foundation kwast van Hema. Daar nog wat blending brushes en gewone oogschaduwborstels. En dit bakje komt trouwens van de Action, moest hier interesse naar hebben. Ik vind deze heel fijn om mijn kwasten op te bergen. Dan heb ik hier zeg maar de dingen staan die niet meer in mijn lade passen. En ik vind het ook wel mooi staan zo. Als eerste heb ik een fixing spray van Makeup Studio. En een brush cleaner van de Hema. Dan zitten hier nog allemaal lipglossjes in. En ook mijn lipsmakers van Coca-Cola. Die hebben jullie al vaker gezien. En ja, hier zit gewoon eigenlijk van alles wat in. Hier heb ik vooral zo lipstiften slash glossjes wat zo heel erg lang blijven zitten. Dit is de Provoca Lips van Rimmel. Heb ik hier eentje van Essence die mat opdroog. Eentje van Chanel. Nog wat gewone glossjes van Essence. Ook nog eentje van MAC die over een lipstick heen moet. Nog wat matten van Essence. Een lipstick en lipgloss in één van de H&M. Een mooie lip kit zeg maar. Of ja, deze blijft ook zo heel erg lang zitten. Van Victoria's Secret. Dan nog eentje van de Action die een heel lang geleden heel bekend was. Met het lampje en het lichtje. En ja, dat zit hier gewoon in. Dat zijn meer dus echt zo de lipglossjes en de lipsticks die gewoon heel lang blijven zitten. En dan heb ik hier nog een klein setje met allemaal make-up kwastjes. Dat is ook wel handig voor mee op reis te nemen. Dan heb ik nog de Unicorn Heart Highlighter van iHeart Makeup. En die ziet er zo uit. Heb ik vandaag ook op en vind ik echt heel erg mooi. Dan heb ik nog de Kylie Lip Kit. Dit is de Kylie Lip Kit in de kleur Candy K. En die vind ik ook super mooi. Dan heb ik ook nog de Birthday Edition van Kylie. De Matte Liquid Lipsticks. Hier zitten allemaal minis in. En die vind ik ook echt heel erg mooi. En gebruik ik ook heel vaak. Dan ga ik verder met het laatste gedeelte. En ook eigenlijk ja, zeg maar mijn complete stash. Ga ik jullie ook allemaal zoveel mogelijk van laten zien. Als eerste heb ik dit palet van W7. Call Me Buff. En dit is een dupe van het Naked 2 palet. En het kwastje valt eruit. Ik heb ook Naked 2, maar ik wou deze heel graag testen. En ik vind hem echt waar net zo goed als Naked 2. Dan heb ik hier aan de zijkant dus allemaal paletten staan. Als eerste heb ik hier het Naked 1 palet. Heel erg mooi. Dan heb ik hier het Naked 2 palet. En uiteraard ook het Naked 3. Dat is deze, vind ik qua doosje echt het allermooiste. En ook de kleuren vind ik echt prachtig. Dan staan hier aan de zijkant nog wat palettes. Allereerst dit eyebrow palette van Essence. Die gebruik ik niet vaak, maar ja,
Ik heb het wel. Dan heb ik ook dit palet van Be Creative. Dit is ook echt super mooi. Ik zal eventjes laten zien. Ook het doosje vind ik heel erg mooi. En die ziet er zo uit. Er zitten ook een, 2 blushes in. En ja, je kan ze eigenlijk ook wel als highlighter gebruiken. Die vind ik heel erg mooi. En dan heb ik nog een Smoky Eye Palette van Essence. Deze is ook echt heel erg mooi. En ook mooi voor feestjes. Dan, waar zal ik eens beginnen? Ik zal in dit vak beginnen. Heb ik allereerst een heel groot highlight palet van Anastasia Beverly Hills. De Glow Kit. Deze vind ik zo mooi. Oh, ik hou echt van highlighter en ik vind deze kleuren echt ontzettend prachtig. Ontzettend prachtig is dat überhaupt wel een woordcombinatie in ieder geval. Ik vind deze heel erg mooi. Dan heb ik hier nog een paletje van Dior. En die vind ik ook echt heel mooi. Moet ik echt vaker gaan gebruiken, want de kleuren zijn heel mooi. En het pigment uiteraard ook, wat wel mag voor die prijs. Hier heb ik nog heel veel oogschaduwpaletten zitten. Ik zal even gewoon het bakje eruit halen, is wat makkelijker. Een oogschaduwpaletje van Catrice, eentje van Essence, het Vintage Palette. Dan heb ik 3 kleine paletjes van Essence. Het Nude, het Chocolate en Sunrise. Nog een heel mooi palet van NYC. Eentje van Miss Cop met zo'n oog. Vind ik ook super mooi. En nog een palet van NYC. Ik heb ook nog wat mono oogschaduw die ik persoonlijk niet zo vaak gebruik. Deze van Essence, de Metal Glam Eyeshadow. Eentje van Yves Rocher, een hele mooie basiskleur. En een mooie bruine kleur van Yves Rocher. Heb ik nog wat quadros van Essence. Deze is van een kerstcollectie van een aantal jaar geleden. Dit is een van mijn eerste paletjes van Essence. En dan heb ik nog deze met hele mooie natuurlijke kleuren. Dan in dit bakje zitten ook wat highlighters. Maar dit is eigenlijk gewoon mijn eyeliner en mascara bakje. Maar deze highlighters zitten hierin omdat die niet meer ergens anders passen. Heb ik deze super mooie highlighter van MAC. Die heb ik dit jaar met kerst gekregen. En die vind ik echt heel erg mooi. Alleen het patroontje vind ik al super mooi. Dan nog een heel mooi highlighter palet van Sleek. Ook het doosje hiervan vind ik ook super mooi. Weerspiegelt wel ontzettend hard in de camera. En die kleuren zien er zo uit. Vind ik super mooi. Dan heb ik het Anastasia Dip Brow. En dat is dit kleine doosje. En die heb ik in de kleur Soft Brown. Een heel fijn product om je wenkbrauw mee bij te tekenen. En dan verder zitten hier nog gewoon mascara's in. Ik heb er nog 2 tattoo liners van Kat Von D. Van eyeliner. Een mascara van MAC. Een volume mascara van Essence. Nog eentje van Essence. En nog de I Love Extreme mascara van Essence. En ook nog iets voor je wenkbrauw bij te tekenen. Ook van Essence. Dan mijn foundation poeder slash primer bakje heb ik allereerst. Deze hele fijne primer van Maybelline. De Baby Skin. Nog een foundation van Essence. Een poeder van The Action. Een hele fijne foundation van Kiko. BB & CC Cream ook van Essence. Het contour palet van Catrice. Nog een matte poeder, ook van Essence. En nog een concealer, ook van Essence. Dan het voorlaatste bakje met al mijn blushes en highlighters. Ook mijn favoriete bakje. Is deze hele mooie trio blush. Het is echt prachtig. Ik ga vaak gewoon zo helemaal met mijn kwast erin en breng hem aan. Hij is echt heel erg mooi. Een hele mooie highlighter van Essence. De Mary Berry highlighter. Ook ooit voor kerst gekregen. Ook ooit voor kerst gekregen heb ik al de pen geraakt, zoals je kan zien. Hele mooie highlighter. De welbekende highlighter van MAC, Soft & Gentle. Ook de bekende blush van MAC, MAC Dainty. Dan heb ik nog een blush van The Action. Een hele mooie highlighter van MUA, Makeup Academy. Nog een mooie blush, bronzer en highlighter van Essence. Het W7 Strobe Time highlighter palet. Nog een cream blush, ook van Essence. En nog 2 kleine cream blushes, ook van een kerstcollectie. Als allerlaatste mijn lipsticklade. En wie mijn make-up stashes van andere jaren ook allemaal gezien heeft, weet dat dit vroeger helemaal vol zat. Dus ik heb goed mijn lipsticks echt maar opgemaakt. Ik heb er hier 4 van MAC, eentje van Essence. Eentje van, weet ik niet, maar deze vind ik wel heel erg schattig. Dat is meer zo, ja, een testerachtig, omdat deze zo wat kleiner is. Hoe noem je dat? Maar dit is in ieder geval een klein formaat van de originele. Ik weet niet welk merk het is. Het staat hier. Ik kan het niet uitspreken, maar dit is in ieder geval het merk. Dan heb ik hier nog een lipstick van Calvin Klein. Een lipstick van Catrice. Nog eentje van Essence. Eentje van The Action. Eentje van wat ooit in een make-up koffer zat. En dan heb ik ook nog 2 lipliners van MAC. Eentje is Swore en de ander is In Control. Dus mijn lipsticklade is heel erg en zo, ik hoop dat jullie mijn make-up stash weer leuk vonden om te zien. Dus zeker een duimpje omhoog als je dat vond. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan ook zeker even hier beneden op de knop te drukken. Dan mis je geen enkele video meer van mij. En ja, dan zie ik jullie snel weer. Doei!